Morgen, het is vandaag zondag en ik ben me aan het klaarmaken, want ik ga zo even weg. Even kijken, ik laat je wel even zien wat ik aan heb. Ik heb een trui aan van de Zara met zo'n jogging eronder van Lay Sisters. Ik had gewoon even zin in iets fijns. En ik heb tegenwoordig deze sokken aan van de Primark. Die raak ik wel altijd echt kwijt. Maar ze zijn echt super handig, want ik haat het gewoon als je sokken zichtbaar zijn. Als je van die sportschoenen aan of sneakers of zo, weet je wel. Dus ik krijg liever dit soort sokjes. En ze zijn ook echt super goedkoop. Dus ik vind het helemaal prima. Ik ga nu mijn schoenen aandoen. Trouwens, deze broek, hè, die zit zo lekker hoog. Ik vind hem echt heel erg fijn zitten. Het hoort eigenlijk bij zo'n pakje van LA Sisters, maar ik heb alleen de broeken van gedragen. Want als ik het pakje aandoe, zeg maar de trui erboven, daar is mijn buik heel erg zichtbaar als ik beweeg. Zeg maar niet als ik zeg maar gewoon loop of zo, maar als ik beweeg dan zie je mijn buik heel erg. En dat vind ik niet zo fijn. Vooral niet met deze kou. Maar normaal gesproken voor de lente of zo is die wel echt gewoon chill. Nou, ik zit weer in deze auto omdat Nessie mijn auto heeft gejat. Wat heel erg irritant is, is dat ik mijn sapje niet kwijt kan. Het is veel te groot. Oh mijn god. Ik ben weer onderweg naar de Zara. Want ik heb weer heel veel dingen besteld en gekocht. Wat ik niet had gepast. En het zag er echt... Tenminste, toen ik het aanging doen, zag het er echt zo lelijk uit. Dat was niet normaal. Dus die ga ik even terugbrengen. Verder heb ik vandaag Candy K op. En die is echt veel rozer dan de eerste formule die ik had van Kylie Cosmetics. Vet raar. Maar ik ben nu even naar de parkeerplek aan het rijden. En dan zie ik jullie zo. Oké. Eindelijk geparkeerd. Ik ga even een sapje drinken. En die drink ik altijd wel. Even. Met rietjes. Anders is het echt heel erg slecht voor je tanden. Als je van die juices drinkt. Als je van die juices drinkt. Altijd met rietjes, jongens. Alleen ik ben altijd bang dat ik mijn kleren vies maak. Zo. Ik had echt niet verwacht dat ik deze lekker zou vinden. En er zit wortelen in en aubergine of zo. Maar het is echt zo lekker. Niet normaal. En ik krijg hem ook echt heel makkelijk op. Ik had het echt nooit verwacht. Het is gewoon een halve liter dit, hè. Wat ik nu ga opdrinken. Domme. Precies wat ik dacht dat er zou gebeuren. Niet normaal. Nou, mijn kennende kan ik niet naar de Zara zonder dat ik weer nieuwe spullen haal. Ik heb weer een nieuwe tas. Ik ga stuk. Maar mijn lens is dus nu gescheurd. En ik heb echt best wel veel pijn in deze oog. Ik moet even langs de ethos om... nieuwe lenzen te halen. En ik denk dat ik dan iets te laat kom bij Elmas. Maar dan ga ik het even doorgeven nu aan haar. Ik heb toch even besloten om te gaan strijden met mijn lens. Want ik wil wel gewoon lekker op tijd aankomen. Dan kan ik ook weer op tijd naar huis. Dus ik heb haar eigenlijk geappt dat ik te laat kom. Maar ik ga gewoon doorrijden. En ik ben eigenlijk echt heel erg nodig naar de wc. Want door die juices die ik allemaal drink. En zo moet ik zo vaak naar de wc. Is niet normaal. Dat hou ik ook even in. Ik heb dus even besloten om langs de Mac te gaan voor een cappuccino. En daarna gelijk gewoon te parkeren en snel naar de wc te gaan. Ah. Oké, Mackie gaat me vandaag echt redden. Ik moet zo nodig plassen. Aangekomen wel al een dikke kwartier te laat. En mijn lens doet echt zoveel pijn. Jongens, ik ben inmiddels bij Elna's aangekomen. Kijken, 20 minuten over 3. En ik had 3 uur een afspraak. Het valt mee. En Elna zegt dat ze naar mij... Selma. dat na mij is Selma een afspraak hier even. Dus dat maakt eigenlijk verder niet uit. Maar ik heb echt... Hoe lang ben ik niet bij jou geweest? Ik denk een maand of zo. Ik denk zelfs langer. Ja, dus ik heb jou echt weer nodig. En weet je wat ik wil eigenlijk deze keer? Ik wil ze iets dikker. Of, ja? Of denk ik dat het lelijk zal zijn? Nee, het kan wel. Maar we moeten kijken of er weer haartjes bij zijn gegroeid. Ik vind ze er wel beter uitzien. Ja. Jij? Wat heb je tussentijd gedaan? Niks. Je hebt zelf gekregen. Oh, hier alleen. Ja. Boven niet? Nee. Oké, ik wil ook niet harsen boven, hè? Nee. Oké, dan zien jullie mij straks weer. Nou, inmiddels zie ik er dus zo uit. We hebben het vandaag iets voller gedaan. Dit is altijd zo lelijk, deze tussenstappen. Maar we gaan de hoeken zo dus ook even wat donkerder doen dan de vorige keer. Ja. Even wat anders uitproberen. Ik heb lekker gegeten en inmiddels ben ik weer met Nessie. Ben je aan het doen, Ness? Ik ben... aan het werk.
Mijn tandvlees doet pijn. Of mijn tandvlees, mijn wang. Ik heb mijn wang gebeten. Wat dan? Mijn wang gebeten. Heb je vandaag een ijsje gehad? Wie? Jij. Weet je dat? Nee! What the fuck? Zo, ben je serieus? Nee, maar ik heb die proteïne-ijsje gekocht. Mm. Ik voel het aan. Waar ben je zo blij vandaag? Dat je op het leven mee. Wat doe je nou? Dus ik ging net in de brievenbus kijken en ik heb een pakketje ontvangen. Dat is van Faye Laurens. Voor de sportiefste killer body. Lieve influencer, een klein cadeautje van mij. Jij hebt natuurlijk helemaal geen cellulitis. Nou, dat heb ik wel. Maar ik hoop dat je er toch veel plezier aan hebt. Als je iets zou willen delen op social media, gebruik dan MKBM. Ik heb haar boek gekregen. Oh, dat is die nieuwste. Nummer 1 bestseller auteur. Ik ben hier echt benieuwd naar. Ik had haar eerste boek zelf gekocht, besef even. En ik heb deze gewoon gekregen van haar. Ik ben er echt benieuwd naar. Dina vindt het ook echt leuk. Ja, Dina. Ja, baby. Kijk, dit is dus een before en after foto van Faye Laurens zelf. Dat ziet er wel echt heel goed uit. Ja, het is nog maar januari. Ik ga hier mijn jaardoelen precies noteren. En hier mijn weekdoelen. Ik ga hier echt mee aan de slag. Altijd als ik naar de gym ga, denk ik, ja, wat de fuck moet ik nou doen? En hier staat gewoon eigenlijk precies in wat voor oefeningen ik moet doen. Super handig voor beginners, ik zeg je eerlijk. Want ik zit soms echt in de gym heen en weer te lopen van, ja, en nu? Het is wel echt handig. En volgens mij staan achteraan nog recepten. Yes. Dit ziet er echt super lekker uit. Ik hou van kokos. En het is gewoon een cocobol. Echt, ik ga deze wel even binnenkort uitproberen. Want die combinatie lijkt me echt super lekker. Oké, jongens, ik ga snel mijn vlog editen. Zodat ik het morgen weer online kan gooien. Oh, leuk, zo de wc-papier. Zoals je ziet is Nessie ook aan het editen. Dus we gaan even hier lekker samenwerken. En ik sluit hier bij de vlog ook gelijk af. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!